Het beleid van de regering moet drastisch worden omgegooid om de nodige veranderingen te brengen in vooral de economie van het land, zei Aziz Kumar Gayadin, VHP-fractieleider, vandaag in de Nationale Assemblée. Gayadin benadrukte dat als er functionarissen of ministers zijn die het werk niet goed kunnen doen, zij vervangen moeten worden. De regering zit in de tweede helft van haar zittingsperiode en moet het nodige vertrouwen bij de samenleving wekken, meent de VHP-fractieleider. We kunnen niet meer experimenteren. Het wordt tijd dat wanneer zaken afgesproken worden, dat deze zaken binnen een maand of binnen een week gerealiseerd worden, dat het ook plaatsvindt. En niet dat u overbelast wordt, president, dat u weer moet ingrijpen en, voorzitter, president, zo kunnen wij niet verder gaan. NDP-fractieleider Rabinder Parmisser zegt dat het volk een samenhangend beleid van de overheid mist. Hierdoor is de samenleving in een gevaarlijke neerwaartse spiraal terechtgekomen. Parmisser wees op de ontwikkelingen van de wisselkoers en de impact daarvan op de rest van de economie. Het volk wordt wederom de dupe van de verkeerde beleidskeuzes die de regering maakt. Voorts heeft de president gesteld dat de schuld-BBP-ratio van 165% naar 116% is gegaan. Komt dit niet door de devaluatie? Dit is geen verdienste van de regering. BBP is toegenomen doordat olie- en goudprijzen hoger zijn en de omrekening naar SRD hoger is van exportproductie. De SRD-schulden zijn daardoor minder waard geworden. De overheid is de grootste lener op de binnenlandse kapitaalmarkt. Mogen we ook een overzicht van alle leenovereenkomsten met de algemene banken van de regering? Parmisser wees erop dat door de getroffen maatregelen de staatskas nu goed gespekt is, omdat er 3 jaren lang geld geklopt is uit de zakken van de burgers. Hij vroeg de regering wanneer de beloofde verlichting zal komen.